NEC speelt zondag de derde wedstrijd binnen een week. Afgelopen woensdag werden de amateurs van VV Capelle moeiteloos verslagen. Toch was er ook een tegenvaller voor trainer Rogier Meijer. Hij kreeg een bal hard in zijn gezicht. Rogier Meijer, ben je al bijgekomen van de bal die tegen je gezicht aankwam? Ja, ik ben er weer. Dus wat dat betreft heb ik het overleefd. Het was een harde. Ja, dat was wel een aardig balletje van Kelvin. Ja, onbewust neem ik aan. Maar hij kwam best behoorlijk hard. Maar ik had geluk dat hij midden in mijn gezicht kwam, maar niet ergens anders. En wat voor conclusies kan je nou eigenlijk trekken uit de wedstrijd tegen Capelle? Nou ja, gewoon een aantal wel. Ik bedoel, een aantal jongens die wat minder hebben gespeeld, hebben 90 minuten gespeeld. Die zijn wat fitter, wedstrijdritme. Ik denk dat we een goede eerste helft hebben gespeeld, waarin je het eigenlijk al vrij snel beslist. Elai Stafsan scoorde tegen Capelle 2 keer. En ook tegen Twente wist de aanvaller het net te vinden. Het draait dus lekker bij Stafsan. Ja, klopt. 3 doelpunten en over 2 overwinningen. Dus al met al een prima week inderdaad. Ja, ik denk dat het ook wel lekker moet zijn voor het zelfvertrouwen. Klopt. Als je scoort is het natuurlijk altijd lekker het gevoel. En je hoopt dan dat gevoel vast te houden en deze lijn eigenlijk door te trekken tot aan de volgende weken. Nu staat er weer een eredivisiewedstrijd op de planning. NEC ontvangt zondag in een leeg Goffertstadion FC Groningen. Het wordt sowieso een andere wedstrijd, want als je zonder publiek speelt, is er geen klote aan eigenlijk, was er weer. Dus dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk dat het voetbal aan zich niet veel uitmaakt. Misschien op momenten dat je het publiek normaal gesproken kan gebruiken, dat je dat mist. Dus we zullen meer uit onszelf moeten halen daarin. Maar op voorhand denk ik niet dat het een hele andere wedstrijd is. Ja, dat is wel echt balen inderdaad, dat we geen fans nu hebben. Maar het is niet anders. En we hebben vorig seizoen ook heel veel zonder fans gespeeld eigenlijk. Dus we moeten gewoon deze lijn doortrekken. En wat kan je eigenlijk zeggen van FC Groningen? Wat voor ploeg is dat? Ik vind het wel een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze zijn altijd agressief, komen veel in duels. Variëren ook best veel in hun speelwijze. Aan de andere kant, ze staan ze onder ons. Hè, dus wat dat betreft hebben we het tot nu toe beter gedaan dan Groningen. Alleen het is wel een gevaarlijke ploeg met ook snelheid voorop. De Leeuw die natuurlijk heel ervaren is. Dus we zullen heel scherp en heel goed moeten zijn om van deze ploeg te winnen. En dat is de opdracht zondag. En bij NEC zag ik dat Matson weer terug is. Maar verder missen er ook wat op deze training. Wie zijn de afwezigen? Nou ja, het is nog vroeg. Het is vrijdag, spelen zondag. Hè. We hebben natuurlijk woensdag gespeeld. Dus dat is ook voor sommigen de tweede dag na de wedstrijd. Dus wat kleine pijntjes hebben we binnengelaten. Dus we zullen morgen eens kijken hoe iedereen er echt voor staat richting zondag. Het is wel zo dat Deulund en Ruiz en Van der Sluis gaan zondag niet halen. De rest verwacht ik wel. Ja, als je wint maak je weer een goede slag op de ranglijst. Heb je al Europese ambities? Nee, ik dacht dat jij ging zeggen, als je wint heb je vrienden. Maar die heb ik zeker niet. Ik heb ambities om elke wedstrijd te winnen en dan zo snel mogelijk veilig te spelen. Dus dat eigenlijk. NEC FC Groningen begint zondag om 2:30 en is natuurlijk live te volgen bij RN7.